Welkom bij Serious Urbex. We zijn momenteel aangekomen bij een verlaten klooster in België. We zijn met Rasko, die zie je daar. En Urbex NL. Zeker. Die is er ook bij. Zeker. Dus we gaan eventjes op ontdekkingsreis hier binnen. En even zien of er echt zo'n vette kamers zijn als wat ik begrepen heb van Rasko. Dus we gaan kijken. En marmer afgewerkt, ook weer een kroonluchter. En ook hier zie je weer die versieringen eigenlijk terug aan het plafond. Dat ziet er ook echt gaaf uit. Hier de kroonluchter. En hier die haard. Die ziet er echt ziek uit. Maar ik zal eventjes er wat licht bij schijnen. Kijk hier. Dat ziet er toch gewoon echt super vet uit. Hè. Alleen wasbak, een dikke kraan. Dat ziet er ook echt super gaaf uit, kijk. Dan heb je hier, ik weet niet wat het precies is, maar het lijkt wel alsof ze hier de vuile was en slot of zo, die dan voor onder in een vakje weer eruit kon halen, zeg maar. Zodat je tot op de bodem kon. Helemaal van marmer gemaakt, echt super gaaf. Maar de muur, echt, die is gewoon echt super tof. Hier heeft ooit een plant gestaan, denk ik. Hier het toilet. Dat ziet er echt super vet uit. Dan gaan we even verder. Hier komen we in een soort van kapelletje uit dadelijk. Hier een soort van altaartje. Super gaaf. Hier het glas en lood, dat is er gewoon helemaal uit. Zullen ze ooit naar binnen willen zijn komen ofzo, ik heb geen idee. Dat is gewoon echt super gaaf. We komen nu net het soort van kapelletje ingelopen. Echt super vet hoog plafond, ziet er echt super mooi uit. Het is, voor de rest is het helemaal getrashed, dus dat is wat minder. Zo ziet het er echt super vet uit en ik wil zeker dadelijk even daarboven zitten, maar ik ga het jullie even laten zien. Dit is echt super gaaf. Check dit. Kijk, dat is de bovenverdieping. Daar, het plafond is al helemaal naar beneden gekomen. Dat zie je daar. Maar kijk dat plafond. Het ziet er gewoon echt super vet uit. Klopt. We gaan nu even naar de bovenverdieping. Even daar kijken.
zijn nu hier boven bij de grote zaal waar we net ook stonden. Kijk. En we zijn nu op het balkonnetje. En we gaan nu even verder kijken. Dus we gaan nu even die kant op. Dan gaan we even kijken of we daar nog iets leuks kunnen zien. Ik ben benieuwd. Ik ben inmiddels weer een verdieping hoger. Maar wat ik hier zie is echt super gaaf. Serieus. We hebben hiernaast één hele grote ruimte, helemaal van hout. Een beetje zoals deze, dat kan je wel zien. Hier ook zo'n hele mooie lamp. Hè, maar echt hele mooie, met die versieringen op de verwarming. En die hal hiernaast. Ik ga het jullie echt laten zien, want dit is echt super vet. Check dit. Dit is toch gewoon super vet. Kijk, overal van die lampjes aan het plafond. Ja, gewoon echt mega dikke balken. Vet grote ruimte is dit gewoon. Maar wat ik heb gezien, dat vind ik het allerleukste. En daar is wat natuurlijk waar ik naartoe wil. Dat is naar de klok. Die is boven. De klok en een leuke bel. En ik ga proberen om die bel te luiden. Dus ik denk dat ik deze trap hier, de wenteltrap, dat ik die naar boven ga nemen. En dat ik zo langzaam steeds dichter in de buurt kom van de klok. Nou, ik ben zojuist deze trap omhoog gekomen. Wendy gaat er nu ook aankomen. Rasco en Urbex NL, die komen nu ook naar boven. Maar check dit. Kijk. Dit is zo super gaaf. Dit is gewoon het uurwerk van de klok die buiten hangt. Oh, wauw. Kijk. Hier, dat ligt op de grond. Hier heb je de soort van de sleutel ervan. Laat het jullie zien. Eén moment. Deze, die sloot je hierop aan. Zo. Doordat je hier aan dat rad ging draaien, kan je de klok instellen. Dus hiermee, als je die losdraait, dan geef je het uur aan, zeg maar, die je wilt hebben. Dus stel je voor, het is nou 4 uur. Kijk dat hele schakelwerk draaien. Je ziet het al. En door deze dan te draaien, jullie zien het al, dan ga je het uur, kijk, nu is buiten is hij hem aan te passen. En met deze, hiernaast, kon je de minuten aanpassen. Dat doe je met deze. Dat is ook weer door te draaien. Dan pas je de minuten aan. En dan heb je de laatste, dat is deze. Dat is voor de secondes. Dat kan je zien door het kleine radarwerk. En dit is gewoon super gaaf. Kijk hier. De gewichten voor de ballast. Hier ook. En zoals je ziet, loopt het hier, loopt het naar buiten toe. En daar is de klok aan de buitenkant. Dus we staan nu ongeveer op het hoogste puntje van het klooster, zeg maar. De klok die gaat. Wacht, ik draai hem door. Ja, misschien moet je. Oké, wacht. Wanneer gaat hij bijna? Ik hoop het. Super gaaf, dat is buiten, jongens. Is dat dit? Is niet normaal, mensen. Oké, okay, wij hebben. Maar hij belt toch maar 4 keer nu, neem ik aan, hè? Hij blijft bellen. Ik denk dat we echt moeten gaan, hoor. Serieus, ik heb het verpest een beetje, maar. Dit is niet. Kom, laat het gaan. Nee, kom, joh. Ja, nee, gast. Ja, maar dit is. Nee, hij gaat steeds harder bellen. Kom, we gaan. Maar denk je, check. Stop dat ding! Dat kan niet. Oké, okay, hij is gestopt. Oh, hij is gestopt. Hoeveel keer heeft hij geslapen? Of 5 keer dan? Ja. Volgens mij zelfs vaker, maar. Hier, kijk die kwaliteit. Nou, we zijn weer op een van de laatste, of beneden heeft. Hoe zeg je dat? Ah, nee. We zijn nu op een van de laagste verdiepingen. Dus zoals je hier buiten kan zien, is het eigenlijk net iets onder het grondniveau. Maar hier heb je dus een keukentje. Eigenlijk staan. Er staat niet echt nog veel spullen in, maar je hebt nog wat glazen van boven staan. Pannen, zoals je ziet. Maar hiernaast, dat is wel echt fijn om te zien, heb je nog tafel, banken, echt alles staan. Dus daar ga ik jullie eventjes meenemen. Check dit.
kijk. Nou, hier nog een leuke foto. Ja, wij uiteraard, hè. Huh? Wij uiteraard. Dit is volgens mij... Hele maf. Oude lamp of zo. Hier nog een oud barretje. Kijk wat een... Voor... Volgens mij olie en azijn. Heel mooi flesje erbij. Kijk, heel vet toch? Hier heb je zelfs nog... Een menukaartje. Bloody Bear. Desperados duveltje 6 euro. Nou, oh, daar had ik wel eentje gelust. Maar waarschijnlijk kan je niet met de pin betalen hier, dus... En ook hier waar Teun foto's staat te maken, is gewoon echt super mooi. Kijk. Je ziet dit hier, hoeveel stof hier echt op ligt. Je ziet het al. Hier de spinnenwebben, staat echt lang zo. Dat is echt super gaaf.